In Nederland zijn er veel gemeentes die zich regenbooggemeenten noemen en ook zijn. In Gelderland zijn er twee erg grote gemeentes die nog geen regenbooggemeente zijn. Naast Apeldoorn gaat het hierbij ook om Ede, en dat kan niet vinden diverse edische politieke partijen en daarom dienen zij een initiatiefvoorstel in. Dat is een voorstel wat we hebben ingediend om van Ede een regenbooggemeente te maken. Regenbooggemeente is een samenwerkingsverband van allerlei Nederlandse gemeenten die samen de intentie uitspreken om te gaan werken aan sociale acceptatie en de veiligheid van haar uh, van LHBTI-inwoners. Uh, dus van uh, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, transgender personen, uh, biseksuele personen en intersexe personen. Uh, om daaraan te gaan werken, die intentie uitspreken en daarvoor samen te werken. En eigenlijk waren Ede en Apeldoorn nog de enige 100.000 plus gemeenten die daar nog niet bij aangesloten waren. En deze partijen doen dus nu een voorstel om daar uh, aan mee te gaan doen. Is het dan hard nodig dat nou, Ede zich regenbooggemeente gaat noemen? Ja, dat is uh, volgens ons hard nodig. Uh, juist om uh, te gaan samenwerken met die andere gemeenten, om het beste beleid voor die uh, mensen te kunnen voeren in Ede. Want uh, nou ja, net zoals in heel Nederland voelen. LBTI-inwoners zich niet altijd uh, geaccepteerd of veilig. Uh, 40% van de LBTI-inwoners van de provincie Gelderland voelt zich niet veilig en dat is twee keer zo hoog als de rest van de samenleving. Uh, dus dat betekent dat er wel echt een probleem is in onze regio. En dat we dus ook meer moeten gaan doen voor die groep om ervoor te zorgen dat zij ook zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Wat zou de gemeente Ede concreet voor deze groep kunnen doen? Uh, nou, naast het initiatiefvoorstel om ons uit te roepen tot Regenbooggemeente, hebben we ook een initiatiefnota toegevoegd. Uh, met allerlei beleidsvoorstellen die de initiatiefnemende partijen doen. Om ook direct de daad bij het woord te voegen. Dus niet alleen de symbolische actie van uitroepen tot Regenbooggemeente, maar ook uh, de, de basis leggen voor het beleidsplan dat uh, daarvoor moet gaan zorgen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld om uh, op om, om scholen te helpen met het beleid rondom hun uh, lessen over. Uh, uh, over LHBTI mensen in, uh, in, in hun burgerschapslessen die zij moeten doen om ze daarbij te helpen. Of uh, door het regelmatig aan de orde te stellen, bij het driehoeksoverleg tussen uh, de politie en de, en de burgemeester. Uh, zodat het echt goed op het netvlies staat en dat goed geregistreerd wordt, zodat er snel actie kan worden ondernomen op uh, problemen. Ik ben erg blij dat er zo'n brede coalitie aan partijen, dus D66, GroenLinks-gemeentebelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnstouw. Haven uh, raadsleden daarvan hebben dit voorstel ondertekend. Dat betekent dat we echt een, een brede coalitie aan partijen hebben. En ik ben ook vooral blij dat er zo'n brede coalitie is die dit voorstel wil, uh, wil ondersteunen. Zodat we echt een statement kunnen maken, uh, dat we hiervoor willen gaan. Uh, maar ik hoop natuurlijk die coalitie alleen nog maar weer breder te maken, zodat dit echt uh, namens zoveel mogelijk partijen gebeurt. En de regenboogvlag die er nu niet hangt, moet er eigenlijk altijd gaan hangen. Uh, nou ja, niet altijd. Uh, maar wij stellen juist voor om op Coming Out Day en de Internationale Dag tegen uh, Homoseksueel Gerelateerd Geweld. om dan uh, de regenboogvlag uit te gaan hangen. als uh, steun voor die groep. Uh, uh, hey, als statement. Maar naast dat statement ook nog uh, dat beleidsplan uit te gaan voeren. met allerlei concrete maatregelen. om het beleid echt uh, inclusief te maken voor LBTI-mensen. Uh, januari 2021 wordt het in de Raad gebracht. Uh... Ja, we hebben het nu ingediend. Dat betekent dat het college er een paar weken de tijd voor heeft om op te kunnen reageren. En 21 januari gaan we het debatteren in de Raad.